Waar zijn we en wat is dit allemaal? Wij zijn vandaag op het Springkussenfestival in Hangar L van Vliegveld Twente. Dat is een oude vliegbasis. Nou ja, je ziet het al, een hele grote hangar die we vol hebben gestopt met allemaal springkussens. En is dit de eerste keer? Nee, dit jaar is de tweede keer. We hebben het vorig jaar ook in de voorjaarsvakantie gehouden. Want wat moet ik me erbij voorstellen? Ik zie dat het druk is, maar wat moet ik me erbij voorstellen? Nou, we hebben een hele hal vol met springkussens. Daarnaast hebben we nog een schminkhoek, een lasergame arena. We hebben een podium waar kinderen op kunnen treden, maar tevens ook optredens gegeven worden. En we hebben nog een speurtocht over het bunkerpark. En dat is natuurlijk wel heel geweldig, want dat wordt nooit open gedaan. Dus dat is helemaal nieuw voor alle kinderen en voor eigenlijk iedereen in Twente. Wie heeft dit bedacht? Dit hebben wij zelf bedacht als Vliegveld Twente evenementenlocatie. En die gedachte kwam dan en dat doen we in de vakantie of zijn het ook andere momenten? Nee, dit doen we wel echt specifiek in de vakantie. We houden dit nu voor het tweede jaar en nou ja, zoals je om je heen kijkt, het is gewoon echt een groot succes. Dus wie weet gaan we het uitbreiden. Had je het voorzien ook? We merkten vorig jaar al wel dat er steeds meer animo kwam naarmate dat de dagen vorderden. Maar dat het zo'n succes zou worden, dit verbaast ons allemaal en dat is natuurlijk geweldig. Hoeveel kinderen hebben we dan? Ik denk dat we vandaag over de 1000 kinderen heen zijn. Want hoe lang zijn jullie open? Dit is de tweede dag en we gaan door tot en met vrijdag. Dus we hebben hierna nog 2 dagen te gaan. En dan verwacht je dat aantal ook wel? Ja, ik verwacht eigenlijk stiekem dat het er zelfs nog meer worden. Maar zullen we morgen dan wel weer zien. En hoe zijn de reacties? Ja, tot op heden eigenlijk echt super positief. En dat is ook wel heel leuk. Het is een heel vriendelijk evenement. Kinderen lachen, kinderen spelen en... Die uitstraling heeft het evenement, vinden wij ook heel belangrijk om uit te stralen. En dat hebben mensen opgepikt en de kinderen ook. Ja. En ik neem aan, jij staat hier nu, maar jij kan het niet alleen doen. Wie moet ik daar allemaal bij verwachten? Ja, we hebben natuurlijk een vast team van Vliegveld Twente die we hebben. Dus iedereen helpt een handje mee. Maar daarnaast hebben we ook een samenwerking met het ROC. Daar hebben we nu 20 personeelsleden die allemaal toezicht houden op de springkussens. En dat gaat ook gewoon top. Hoeveel mensen praten we dan over? Ik denk 25 man ongeveer dat hier nu aan meewerkt, ja. Nou, ik wens je heel veel succes. Dankjewel. Ben jij hier? Ik kom hier spelen, maar ik vind het wel heel erg gaaf, want dat ze deze dingen hebben gebouwd en dat het gewoon, ik vind het gewoon erg gaaf, want ik heb net met een paar vrienden van me laser gamen en dat hebben ze echt heel fantastisch gedaan, want ik vind het echt heel gaaf. Want... Eerste keer hier? Mijn tweede keer. Tweede keer? Ja. En jij? Eerste keer. Eerste keer, wat vind je ervan? Leuk. Ja? Wat vind je het leukst? Lasergamen. En wat vind jij het leukst? Ja, ik zag lasergamen, maar dat mag niet van me. U hier? Met mijn man en de kleinkinderen. Uw man zit niet in de speeltoestellen? Nee, gelukkig niet. Maar met de kleinkinderen, hoe vindt u dat zo hier? Geweldig, vorig jaar ook, dit jaar weer. Super. En veel mensen ook zie je, of veel kinderen? Ja, heel veel kinderen. Verbaast u dat? Zegt u? Verbaast u dat? Nee, vorig jaar was het ook heel erg druk. Het is gewoon geweldig voor de kinderen. Goedemiddag meneer. Hoe bevalt het u hier? Nou, we vinden het wel gezellig. Als de kinderen zich maar vermaken, dan zitten wij hier wel gezellig aan het tafeltje wat ze drinken. Want het is ook eigenlijk gelijk feest voor ouders? Of, net wat ik zeg. Als de kinderen plezier hebben, hebben de ouders ook plezier. Dus wij vinden het wel heel gezellig en vooral dat dit hier gehouden wordt.